Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op deze satellietfoto van half acht vanochtend... zien we dat er veel bewolking aanwezig is in en rondom Nederland. Hangt allemaal samen met een lage drukgebied dat op dit moment boven Zeeland ligt en verder richting het zuidwesten koerst. De bewolking die daarachter zit boven Duitsland komt ook nog over ons land heen. In de loop van de ochtend wordt het tijdelijk even droog en breekt soms even de zon door. Maar in de middag volgen er vanuit het oosten weer een aantal buien en met name in het oosten kan. De er ook een klap onweer bij zitten. Het wordt niet veel warmer dan 14 of 15 graden. Vanavond is het een graad of 13 bij een matige noordoostenwind. De buien verlaten dan grotendeels het land. Morgen hebben we opnieuw te maken met veel bewolking. De bewolking overheerst eigenlijk wel. Een waterig zonnetje misschien nog lokaal in het zuiden tot het 10 tot 14 graden. En in de middag gaat het in het noorden opnieuw regenen. Vrijdag op bevrijdingsdag, dan ziet het er langzaamaan alweer wat beter uit. Met name in het westen en zuiden van het land zijn perioden met zon. In het oosten en noorden blijft het veelal grijs. En misschien in het noordoosten een spatje regen. In het weekeinde is het grotendeels droog en vrij zonnig bij een oplopende temperatuur. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.